Goedemiddag, dan leuk dat jullie er weer zijn. We zijn onderweg naar Geertruidenberg. Knip. Goedemorgen is het middag. Ik neem het eigenlijk buiten even. Ik zit nog niet in die vibe. Weet je, ik moet voelen. Ik zit er nog niet in. Hele goedemiddag en leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb er nog even geen zin in. Nou, 3, 2, 1. Hallo mensen, we zijn onderweg naar de toppers van Oranje met alle hits van eigen bodem. Tijdoor doet niet mee vandaag. Ik ga even denken. Nog wat hè? Hè? Het lijkt wel of je in die tank staat te urineren. Oh, je bent aan het tanken. Tik hem even af. Ik ben ook niet. Ja? Hou je nog even spannen. Ja, nou ja, dat ben ik. Ze konden er afgelopen bij noemen. Dus en wellicht gaat zijn droom vanavond, vandaag, morgen in vervulling. Hier is Theodor en hey jij! Zit je nou gewoon in je rolstoel, stap je eruit, dan ga je zelf je rolstoel verplaatsen. Dat is toch wel heel erg. Wil je vooraan staan, neem je gewoon je rolstoel mee en dan stap je eruit en dan ga je erom zitten. Dat is knap. Je krijgt er wel een kleur van, dat is wel heel mooi. Ja, als Ivo zover is. Ja, dat was Toppers van Oranje. Het was heel gezellig. Het carnaval is eindelijk nu bezig, dus gaan we op naar het volgende avond. Ja, een hele goede morgen. Het is inmiddels 11:30 geworden en we zijn aangekomen bij Radio Hollands Middenwaar. We zijn ter promotie van de single. En hey, jij. Dat wacht toch nog even bij. Maar je hebt wel een familie net, schok ik zo. Ja, ja, heel leuk. Ja. Hey Theodor, hoe zit het in de rest van het leven? Want je bent dan bezig met artiesten. Wat doe je nog meer allemaal de naam voor de mensen thuis? Ik verkoop telefoonabonnementen. Ja, totaal iets anders. Wat is de aanbieding van deze week? De nieuwe week dan, hey jij. Zie jij? Ja, dus verkrijgbaar voor 1,99. Oké, waar kunnen we dan direct? Waar moeten we naartoe? Even naar iTunes. iTunes, dan kunnen we er direct komen stellen. Kunnen we er komen stellen. Ja, wat grappig zeg. Dat zijn leuke dingen. Ja toch? Ja, ja. Je bent vandaag op pad. Ga je nog meer leuke dingen doen dit weekend? Vanavond moet ik optreden in Den Haag. Café Rustenburg. In Den Haag? Mama! En waar sta je dus? Café Rustenburg. Rustenburg? Ja. Het ging niet rustig dus. Nee, ze heet het niet. Dat wordt volle gasten tegenaan. We gaan naar één groot feest vandaag. Hé, maar als je bij jou een half uur op dat podium zet, hè, wat voor feestliedjes krijgen we dan allemaal te horen? Wat krijgen we te zien? Ik ben van jou en jij natuurlijk. Ja, natuurlijk. De singles die knallen met de ring. Lekkere up-tempo nummers en we willen gewoon echt alle mensen op de vloer krijgen. Dus, en dat lukt goed. Wat voor liedje zit er dan standaard in dat repertoire van jou waarmee het eigenlijk altijd wel lukt? De lucht is blauw van Westen Broekers, lukt altijd wel goed. Ja, dat is een lekker liedje. Ja, ja. Nou, zon of regen is, je moet ze gewoon altijd lekker op de vloer. Die gooi je de cha-cha-cha er doorheen. Dus helemaal lak. Bekijken. Ze kunnen de release op bekijken die bijna online gaat komen. Dus, ja, dat is de zelf, hè? Ja, op pakken. Er zit een aflevering tussen ons in, hè? Ook! Ja, wij komen erin voor, straks in die show, bij de release. Hartstikke leuk. Ja, koude bel. Ja, dat moeten we zeker nog delen hier met z'n allen, absoluut. Dankjewel voor je komst, Theodor. Dankjewel. Omdat ik jouw single zo leuk vind, ga ik hem nog een keer draaien. Ja, helemaal super. Ja, dat is toch wat, hè? Ja.
Hier op Radio Hollands Midden. Hey jij, de nieuwe zin van Theodor. Een prachtige productie trouwens van Manfred Jong en Nee, dat laat ik niet vergeten. Ja, absoluut. En jouw plugster moeten we even een dikke knuffel geven. Kom niet. Oh, ja, Nel, daar komt hoor. Ja. En vandaag zijn we aanbeland in het altijd gezellige Sint-Willibrord. De cd-presentatie van Jessica Wildvaart. Zal de sterren, zal lieve woordjes toch verzetten? Ja, ja, dat vind jij alleen. Dan beleef ik hem met jou. Oh, oh, oh. Ja, dan beleef ik hem met jou. Oh, oh, oh. Nou, dames en heren, zoals jullie hebben kunnen zien, het was wel een groot feest. En onder andere Bob heeft er ook op overtreden. Dat is gezellig, of niet Bob? Ja, zeker weten. Eén groot feest. Wel leuk, hè? En daarvoor hoop ik dat jullie aflevering 2 net zo leuk vonden als aflevering 1. Wees niet getreurd, want aflevering 3 komt er weer gauw aan. En wij gaan het reetje nemen. Ik zeg tot ziens en tot de volgende keer. Doei! Ja, la, 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 la.